De leerlingen van de examenklassen van de VOJ en VOS-scholen zijn vandaag weer begonnen met fysiek onderwijs. Het directoraat onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft instructies gegeven hoe het onderwijsproces voortgezet moet worden voor de examenklassen van VOS en VOJ-scholen. De VOS-scholen bereiden zich vanaf vandaag met fysiek onderwijs voor op het eindexamen. Bij de VOJ-scholen hebben vandaag alleen de vierde klassers zich aangemeld. Ze zijn begonnen aan de lessen volgens het opgestelde rooster. De leerlingen van de derde klas MULO, die zullen deelnemen aan het toelatingsexamen, beginnen op 5 juli met de lessen. Minister Marie Leevens gaf eerder aan dat het eindexamen er dit jaar anders uit zal zien. Ze kunnen het eindexamen maken, maar nogmaals, de leerstof wordt afgebakend. Het is niet het traditionele werk, het is het werk van de leerstof die werkelijk behandeld is. En wat we hebben gedaan, we hebben de leerstof afgebakend. Dat wil zeggen, als je bij geschiedenis 15 lesjes zou doen normaal, hebben we het teruggebracht naar 10. Dat betekent niet dat de standaard van hoe kijk ik naar geschiedenis veranderd is. Het is alleen of iets minder of iets anders. Ja. En de kinderen die in de derde klas van de MULO school zitten, zullen zij dit jaar ook de kans krijgen om een toelatingsexamen te maken? Ja. Voor de MULO geldt namelijk dit, dat die toelatingstest naar het VUO en VOS, dus HAVO, dat die test het eindexamen is. Zo net sprak ik over VUO en HAVO eindexamen. Daar is er een afbakening geweest, dus men weet precies wat ze gaan examineren. Voor de kinderen van de derde klas en de vierde klas, MULO, dat is niet hetzelfde als HAVO en VWO, maar voor die kinderen geldt alleen het VHN-examen, dat wil zeggen toelatingsexamen, voor naar HAVO en VWO. Dat wordt tegelijkertijd ook het eindexamen van de MULO. Het directoraat onderwijs zegt in een bekendmaking van 28 juni aan de directeuren van de VOJ-scholen dat het examenbureau het examenprogramma voor het eindexamen en het toelatingsexamen voor het MULO in de week van 5 juli bekend zal maken. Volgens deze bekendmaking ligt het in de bedoeling dat de overgangsrapporten van de lagere klassen van het VOJ op maandag 6 september uitgereikt zullen worden. De vakantie zal duren van 8 september tot 10 oktober. Deze informatie is alleen met de directeuren gedeeld. Veel ouders en leerlingen zijn nog niet op de hoogte van de voortgang van het onderwijsproces. Nog de minister, nog de directeur van onderwijs was vandaag bereikbaar voor een reactie.